Oké. Als het goed is, dan loopt dus nu de camera. Hallo allemaal. Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat gemaakt heb. En ja, het is, de feestdagen zijn, tenminste de kerstkaarten zijn nu een beetje over. En ik ben aan het opruimen. Wat restantjes opmaken. Ik heb een paar kaarten gemaakt, nostalgische kaarten, met het mooie papier van Maya Design. Helaas heb ik dat niet zelf in de winkel, dus ik heb het bij een bevriende webwinkel aangeschaft en daar een paar kaarten mee gemaakt. Onder andere dus deze met het knipvel van Nelly Snelle. En ik heb deze kaart gemaakt. Dit is een tag van Tim Holtz. Ik zal hem even recht zetten. Zo. En ik heb voor dit ornament een Sizzix mal gebruikt. De backframe ornaten. Verschillende bloemen van de ponsen van Nelly Snelle. En in het vintage Autumn Basic blokje... Daar zit onder andere, het is allemaal dubbelzijdig, daar zit onder andere dus dit velletje in met roosjes. En aan de andere kant labeltjes en een afbeelding van een klok. Dus die klok heb ik in dit geval gebruikt. Verschillende stansen om de rondjes uit te stansen van zowel Nelly Snelle als spelbinders als van de framelits van Sizzix. En... nou ja, daar houdt natuurlijk een heleboel over. En van de stukjes die ik over heb gehouden, wil ik nu een kaart maken. Ik kreeg een beetje een idee. Ik had iets gezien, zowel op het internet als in de hobbykrant. En die ga ik dus nu maken. Ik zal beginnen met het materiaal. Het is linnenpersing, de kleur Bordeaux rood. En de kaart heb ik gesneden op 13,5 bij 13,5. Die heb ik dubbel gevouwen. En de hoeken afgerond met dit hoekponsje. Dit is een pons, daar kun je ook je dubbele papier in doen. En een pons die het ook. Dit is de basis. Hierop komt van linnenpersing. Ze noemen de kleur lichtgrijs. Het is een beetje beige-achtig. Maar hij heet officieel lichtgrijs. Die heb ik gesneden op 12,9 bij 6,8. Ik maak niet precies 5 mm verschil, maar 4. Dan heb je iets fijnere randjes, vind ik. Dan heb ik alles alweer eraf gehaald, wat ik normaal nooit doe. Maar ik had hem al voorbereid. Dat komt dus hierop. Ook weer de hoeken afgerond, hè? Laat ik het niet vergeten. Verder heb ik uit het restantje wat ik over heb gehouden, het papiertje genomen met de herfstblaadjes. De achterkant is blauw. Hier heb ik dus ook de hoeken van afgerond. En dit is gesneden op 12,4 bij 6. En hier... Zo... Die gaat hierop. En dan is de basis klaar. Zo. De basis is klaar. Dit zullen we even wegdoen. Verder heb ik van het knipvelletje van Nelly Snelle... Die lagen ook nog in het vak. Ik heb deze gebruikt voor de kaarten die ik net heb laten zien. En dit knipvel, maar deze ook niet. Dit ook niet. Dit is het andere vintage knipvel met deze meisjes erop. En hiervan heb ik dus één plaatje genomen. Dat plaatje, dat heb ik op maat gemaakt... 6 bij 7 centimeter. Dus iets langer en smal. En dan ook weer de hoeken afgerond.
Dit plaatje plak ik straks hier op deze mat. En dat, die mat is ook van dat lichte grijs. En die is, even kijken, heb ik dat erbij gezet? Ja, 6.4 bij 7.4. Even kijken of ik de goede kant heb. Zo. Het gaat een beetje lastig, want ik heb er al foamtape achter geplakt. En zoals jullie zien heb ik overal de hoeken aan één kant afgerond. Dit is klaar. Verder heb ik dus uit Bordeaux gesneden een kaart van 11.4 bij 8.9. 11.4, 8.9 en de hoeken afgerond. Hier heb ik al tape achter geplakt, want als dit komt dus op deze manier op de kaart. En dit is 13,5 breed, dus hij mag niet hoger worden dan 13,5 of 13 in ieder geval. Nou, vanaf hier gerekend, die ruitjes, dat is 13 centimeter. Dat heb ik een klein beetje uitgerekend. Ik heb hem omgedraaid en hier een lijntje getrokken. Nou zit hier dus dit tape. Nou kan ik al deze kaart... Wacht even, ik zal eerst even de onderste doen. Zo. Ik leg hem op mijn ruitjesmat. En een klein beetje op het oog in het midden. En dan komt dus dit op het oog. Wacht even, ik moet hem hier bij de dikke lijn neerleggen. Dan is de dikke lijn daar is 13. Is toevallig zo uitgekomen. Een klein beetje op het oog in het midden. Volgens mij zit ik aardig goed. Zo. Dat zit. Dan haal ik die andere weg. En dat is het begin. Zo te zien zit hij niet helemaal in het midden. Ik weet niet of ik hem nog los kan krijgen. Misschien lukt dat. Soms wel, soms niet. Oh jee. Ja, ik denk dat het gaat. Ik heb hem nog niet helemaal aangedrukt. Ja. Nee, gaat niet meer. Hij laat los. Nou, dan laten we hem gewoon zitten. Want zo erg is het ook niet. Het zal misschien 2 mm schelen. Hierop komt dus ook weer van het lichte grijs, zeg maar, een mat. En die is 11 bij 8.5. Die komt dus hierop. Heb ik ook al voorbereid. Ik haal één dingetje weg. Een beetje op het oog zo. Dan gaat de rest van de beschermlaagjes eraf. Je kunt natuurlijk ook lijm gebruiken. Ik heb de andere kaarten heb ik ook met een soort hobbylijm geplakt. En het gaat prima. Papier trekt ook niet krom. Zo. Hierop komt dus ook weer een stukje uit het vintage blokje. Ook weer met de blaadjes. Ik dacht eerst van, nou, laat ik het in blauw doen, maar dat vind ik toch niet zo mooi. Dus ik neem gewoon de blaadjeskant. Die heb ik ook voorbereid. En die is 12.4. Heb ik, zeg ik het goed? Nee. Deze is 10.5 bij 8. Dat is... Zo, dat zit ook. Hier zit iets meer aan de, zit een iets bredere rand omheen. Want dat had te maken met het restantje wat ik heb overgehouden. Dus daar heb ik mijn maten bij aangepast. Dus het is ontzettend zunig, hè? Zo. Nou.
Dit gaat dus de kaart worden. Nou, komt er dus nog dit plaatje op. Het is heel eenvoudig. Hier heb ik dus foamtape achter geplakt. Zodat het iets van de bovenkant afkomt. En om het af te maken, wilde ik eerst een lintje plakken. En een kantje. Even kijken, waar heb ik het kantje gelaten? Want ik heb alles een beetje weggeruimd. Want ik dacht eerst, nou, ik weet het niet. Dus een kantje erop. Kantje hier. Maar ik heb ook nog een labeltje. En het is een label. Die heb ik gemaakt met de Tim Holtz stans. Waar ik de tag mee heb gedaan. En die heb ik twee keer gedraaid. Eén keer uit Bordeaux en één keer uit gebroken wit. Toen heb ik dat randje uit de Bordeaux weggeknipt. En een stukje wat ik over had, ook weer uit het vintage blokje, heb ik erachter geplakt. En dat label, dat wil ik dan hier gaan doen. Dat kan dus op deze manier en dat kan ook zo. En ik denk dat dit de beste manier is. Die had ik normaal vast willen zetten met splitpennen. Toen dacht ik, maar nee, als ik nou dat kantje doe, zo. Dan, dat komt ook niet zo terecht. Dus ik plak hem gewoon met foamtape op. En ik doe hier twee zogenaamde dauwdruppels op. Of ik doe wel splitpennen, maar eens even kijken wat zal ik pakken voor splitpennen. Er zit een beetje blauw in. Maar ik weet niet of dat mooi staat. Ik denk niet dat het mooi is, blauw. Nee. Ik denk dat ik toch maar in de rode kleur moet blijven. Of in de bruine. Want, nee, dat is ook niet mooi. O jee. Nou hebben we een klein probleem. Dan zal ik moeten overstappen op een neutrale kleur. Of goud of zilver. Ik heb geen bordeauxrode splitpennen. Maar ik heb wel roze. Nee, dit is niet mooi. O jee. Nee. Dan neem ik twee dauwdruppels. Bruine dauwdruppels. Je kunt natuurlijk ook, kijk. Die zijn bruin. Maar eens even een pincet erbij pakken, want er zitten twee kleuren in, zie ik. En, nee, dit is dus de bruine. En deze zijn blauw. Even kijken hoe dat staat. Nou, het kan wel. Ja, dan doen we die. Twee stuks. Nou, dit kan allemaal weer even weg. Nou, waar zet je die mee vast? Ik zet dit vast met een stukje foamtape van een millimeter. Even mijn speciale schaartje. Dat gaat hierop. Dat is een millimeter. Zo. Hier kun je dus een tekst op stempelen. Of met een sticker tekst. Bijvoorbeeld gefeliciteerd. Als je hem naar iemand stuurt die jarig is. Dan gaan we hier dus die druppels op doen. En die druppels die ga ik vastzetten met sticky tape. Heel klein stukje sticky tape. Dat is ongeveer nog geen halve centimeter. Het gaat hier op het gat. Even dit eraf. Pincet erbij. Druppel erop. Nog een stukje, weer een millimeter of vier. En dat is zo fijn tape, dat sticky tape, in verschillende maten. Je kunt er echt alles mee vastzetten. Zo, nou die erop.
Nou, in principe is de kaart af. Zo is die geworden. Zo staat die. Ik hoop dat jullie weer ideetjes hebben opgedaan. Je kunt natuurlijk in plaats van het Maya papier allerlei heel mooi en leuk en gezellig designpapier gebruiken. Gewoon een beetje aanpassen aan je plaatje, aan je kaart. Nou, en het is simpel. Je zou dus eventueel nog de randen kunnen beïnkten. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Dat heb ik wel gedaan bij de label. Want ik, ja, dat heb ik daar, bij deze heb ik het wel gedaan. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie weer ideeën hebben. Veel plezier met het maken van deze kaart. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende kaart.